In november en december lopen er superveel mensen met tassen, met spullen, om cadeau te geven aan een ander. En het kan ook anders. Een verhaaltje voor het slapen gaan of een dansact als cadeau geven. Dat is wat Pauline en Danielle doen met een immateriële cadeauwinkel. Maar waarom zijn ze deze winkel eigenlijk gestart? Nou, eigenlijk omdat Pauline met het geweldige idee bij mij op bezoek kwam en hierover begon te vertellen. En ik me realiseerde, dat is precies waar ik mee loop. En volgens mij wel heel veel andere mensen ook. Dat je heel graag een cadeau wil geven, omdat je wil wel iemand iets geven. Maar ik wil eigenlijk geen producten meer kopen. Ik denk dat het niet meer van deze tijd is om bij iedere gelegenheid weer een spulletje te geven. Nou, het concept houdt dus in dat je wel iets geeft, dat je aandacht geeft aan iemand, dat je erover na hebt gedacht, dat je er moeite voor hebt gedaan, maar dat het niet tastbaar is. Dus dan moet je denken aan een liedje, een dans, een improvisatie, een verhaaltje. Ja, dat. Voor zover ik weet bestaat er niet een andere immateriële cadeauwinkel in Nederland. En we zitten in Arnhem omdat zowel Danielle als ik in Arnhem wonen. Ik denk dat mensen ons leuk vinden als ze zelf al bezig zijn met de hoeveelheid spullen die ze versjouwen. En de impact die spullen op het milieu hebben. Maar ik denk dat dat de mensen zijn die sowieso bij ons wat makkelijker de winkel binnenkomen. Wat ik mooi zou vinden is als iemand zich laat verrassen, daar misschien nog niet aan heeft gedacht. En juist omdat we ons nu manifesteren in de binnenstad, dan denkt, oh, nou inderdaad, ja, ik heb nooit zo gedacht. Maar wat leuk dat je me op die gedachte brengt. En dan ook natuurlijk wel gelijk ook in actie komt door te zeggen, ik koop gewoon een Sinterklaas cadeautje. Wij zijn heel milieuvriendelijk, omdat nou, in principe zijn natuurlijk de meeste cadeaus zijn niet materieel. Dus er is geen materiaal voor gebruikt. Hey, en natuurlijk heb je soms als je kunst maakt, heb je wel iets van materiaal nodig. Papier of kostuums. En die maken wij, of die gebruiken wij allemaal uit een tweedehands winkel of materiaal wat al gebruikt is. En zo brengen we ook deze gedachte door op de kunstenaars. Van, denk dan even op die manier en zorg ervoor dat er niet alsnog materiaal gekocht wordt.